Een mooie sfeer op Sportpark de Toekomst voor een vrijdagavondwedstrijd van de Ajax-vrouwen. Deze ploeg moet winnen van ADO om in de spoor te blijven van koploper PSV. Openingsfase van de wedstrijd. De ploeg uit Den Haag begint fel, de nummer 5 van de ranglijst. Altijd weer zoeken naar Grant. Dat is een lastpost van Belen. En de paal redt Ajax. Bijna was daar de openingstreffer voor ADO. Ploeg van Dennis Schenkeldam aan de andere kant. Tweede wedstrijd van 2020 voor deze ploeg. Hier is Pelova. Goed schot van haar. Technicus op het middenveld van Ajax. Daar is ze weer, Pelova. Goede bal. Ajax wat sterker nu. Dringt aan. Kijk eens, goede bal. Goede redding ook van de ADO-keeper. En daar weer Pelova. Eerder dit seizoen won ADO van Ajax met 1-0 door een doelpunt in de slotfase. En deze Grant was toen de doelpuntenmaker. Sarina Wiegman op de tribune, de bondscoach. Zal toch ook de naam van deze Grant opschrijven. Daar is ze weer, ADO. En wat een geweldige redding van kop. Ja, Sjaak Polak had hem misschien wel gemaakt. Is een hoge tijd dagen. ADO dringt weer aan, maar Ajax heeft kop. Wat staat ze geweldig te keepen. En wat houdt ze haar ploeg op de been. Het is smullen op de toekomst. 0-0 bij rust. Nog het Ajax beter voetballen in de tweede helft. Goed afstandsschot hier van Volkova. Eerste waarschuwing in de tweede helft. Daar is ze weer. Even combineren met Pelova. Volkova. Het scheelt weer niet veel. Harde kern gaat zich dan roeren. Er komt een dubbele wissel bij Ajax. Met onder andere Ashley Bakker in de ploeg. Komt er een winnaar in Amsterdam. Oh, dit is mooi gedaan van ADO. Natuurlijk weer van Grant. Dan moet dit er toch zijn voor de ploeg uit Den Haag. Maar Ajax heeft deze Lise Kop. Wat staat ze geweldig te keepen. Slotfase dan bij de ploeg op zoek naar 3 punten. Maar wie krijgt ze? Misschien wel Ajax. Zoeken naar Van der Bichelaar. Zij moet het dan doen. En hier doet ze het bijna. Topschutter van Ajax. Absolute slotfase dan nog 1 kans. Met de Bakker. Wat legt ze hem goed terug. En daar is ze dan wel. Marjolein Van der Bichelaar. En wat een dolle vreugde in Amsterdam. En ook bij hem Schenkel. Want deze treffer bezorgt Ajax toch nog 3 punten. Goed teruggelegd door de invaller Bakker. En dan cool gebleven voor het doel. Ajax wint met 1-0 van ADO. En blijft dus in het spoor van koploper PSV.